heb uitgezocht hoe ik dat allemaal kan invoeren. Dus ik vind het zelf vet professioneel, dus ik ben vet blij. We gaan nu even testen of het er foundation en primer kan komen. Kijk dit. Zoals erin is gebrand. Voor een inch boy. We gaan sowieso niet failliet. Ik trok en ik voelde wel pijn. Alex komt terug in Temptation Island. Dus ik zit hier lekker met een ijsje de rapporten te doen. Eet je ook zo'n hele hoofd? Voilà. Ik vind hem zo handig. Ik zou gewoon nog willen hebben. En ik wil per se een foto met het ijs. Zo een beetje geproefd, toch? Mukbang! Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is dinsdag, ik heb gisteren niks gevlogd. Heel veel mensen vragen hoe lang deze ketting is. Ik moet nog een goede foto maken, maar ik heb gewoon geen goede halsje voor. Maar zo lang is hij. Ik heb de NYX Lip Lingerie Bare With kleur op. En als je hem echt goed aanbrengt, is hij heel erg lelijk. En als je hem dus heel licht aanbrengt, is hij super mooi. Ik moet heel erg opschieten, doei. Hallo, ik ben Charlotte en ik praat elke dag over mijn sieradenshop. Wat logisch is, want ik ben er vet trots op. Ik ben er echt trots op. Jongens, ik geniet gewoon de hele tijd als ik naar mijn sieraden kijk. Vooral dat ik dit zelf heb gemaakt. Kijk deze combi. Zo mooi. Dit past echt perfect bij mijn jurk. En deze is sowieso zo leuk. Dit is dus met de peach. Ik vind het leuk dat iedereen altijd met billen en zo die altijd deze emoji kan. Deze combi is zo mooi. Nou, hallo, daar stond ik weer. Ik kom naar thuis best wel laat al, maar rapporten, dus daar heb ik hard aan gewerkt. Ik weet, ik heb het 100 keer gezegd, ik praat alleen maar over mijn shop, maar ik heb gewoon even niks anders te vertellen en dat zit nu in mijn hoofd. Dus nogmaals, vind je het niet leuk, kijk even 2 weken niet mijn weekvlogs of zo. Wat ik wil zeggen is dat je nu op mijn site ook kunt kiezen voor armbanden zonder bedel. Dus ik heb uitgezocht hoe ik dat allemaal kan invoeren, dus ik vind het zelf vet professioneel, dus ik ben vet blij. Wij zeggen met bedel, zonder bedel. Zonder bedel is natuurlijk goedkoper. En je kunt nu, in plaats van dat gouden en losse, bijvoorbeeld deze in het goud en zilver moest je eerst los. En nu kan je het samen doen en dan klik je op goud en dan zie je de gouden versie en klik je op zilver. In ieder geval, vet professioneel. En het pakket van mijn groothandel is er. Ik had het zeg maar op mijn website gezet. Ik had van elke heel weinig ingekocht. Maar sommige dingen zijn al gekocht en die heb ik dus nu net binnen. Dus ik ga nu meteen de pakketjes maken en dan kan ik ze meteen morgen posten. Dus, dat. En Ruben die eet met zijn vader. Die gaat uit eten met mensen van de camping uit Engeland die hier zijn. Wel leuk. En ik weet niet wat ik ga doen. Niks, melden verder. Ik heb nu trouwens ook weer mijn sterretjes op voorraad. Die hele leuke. Ik zie ze ook elke keer als ik in een video terug zie, denk ik van. Ze zijn echt mega leuk, maar ze waren er niet meer. Wow, krijg ze niet te pakken. In ieder geval, deze zijn namelijk echt heel mooi goud. Ik had namelijk nooit zoveel gouden sieraden, maar deze zijn echt mooi. Dus ik kan weer sterretjes oorbellen maken. En ik heb dus ook deze, maar ik weet het niet. Ik vind het denk ik heel leuk, zo'n grote oorbel. Even bedenken, even kijken. Er is trouwens iemand die had geen persoonlijk kaartje erbij. Dat voel ik me meteen vet schuldig. Dat is dus een foutje geweest. Het kan ook zijn van die dag dat het zo druk was dat Ruben ook even ging helpen met de pakjes inpakken. Dat hij het heeft vergeten of nee. Ik het heb vergeten. Maar ik vind dat vet jammer, want zij vond het gelukkig niet heel erg. Maar ik weet dat heel veel mensen juist ook dat kaartje zo leuk vinden. Dus ik heb ook weer nieuwe tijgers binnen. Maar die tijgeroorbellen zijn volgens mij helemaal niet echt verkocht. Dus ik dacht, ze gingen toen wel hard. Dus omdat ik er expres meer besteld. Voor het geval dat ze weer hard zouden gaan. Maar dat weet je dus nooit. Soms gaat iets ineens heel hard. En dan bestel ik het nog een keer en dan gaat het niet meer. Ruben is volgens mij weggaan terwijl hij de was aan het doen was. Kijk hoe hij zich ertussen heeft gewurmd. Oh, je bent zo lief. Deze kat, jongens. Dit is echt mijn leven. Als ik thuis ben en ik zie jou. Nou jongens, ik ga foto's maken. Het is wel gedoe hoor, zo'n webshop. Want nu heb ik bijvoorbeeld iets fout gedaan. Nu zie ik dat ik de armbanden met bedel voor de prijs van zonder bedel heb gedaan. Dus nu heb ik bestellingen waarbij ik dus best wel veel verlies maak. Omdat ik dus het verkeerd heb ingevoerd. Dus nu hebben mensen, ja, nu maakt het allemaal verlies. Mensen denken nu, oh chill, het is 3 euro goedkoper. Maar dat was dus zonder bedel bedoeld. Morgen jongens, het kan vandaag heel mooi weer worden. Ik ben helemaal klaar, ik moet trouwens mijn haar nog doen. Dat zie ik nu weer op beeld. Ik vind deze dus fantastisch. Ik vind ze nog leuker dan ik dacht toen ik ze bestelde. Omdat ik het sowieso altijd leuk vind om wat grotere oorbellen te dragen. Dus misschien moet ik ook wat meer grote oorbellen verkopen. Ik vind het gewoon echt super leuk. Het is niet heel heftig. Plus het goud is zo'n kleur goud dat er ook nog wel zilver bij kan. Want ik heb dan als accessoires dit. Want dat vind ik dan weer leuker staan bij dit van mijn jasje. En de ketting, zoals Colette zei, is echt niet heel erg lang. Kijk maar, want hier zit mijn borsten en hier valt die.
En ik heb vandaag geen foundation opgedaan. Want ik merk, ik glim zo erg na een uur al. Dus ik ga nu heel even testen of het door foundation en primer kan komen. Dus ik heb wel concealer van NYX, die nieuwe. Dan heb ik die bananenpowder van Gosh, die nieuwe ook. Want die houdt me heel mat. Maar ik glim dus wel heel snel erdoor. Dus nu ga ik testen, komt dat niet gewoon door die foundation. En dan wel gewoon de rest. Maar dus geen foundation is ook beter. Want wel een beetje bruin poeder trouwens. Niet echt contourpoeder, maar echt van de brons kleurtje. Ik ben best wel op tijd vandaag. Er is een kans dat het pas heel laat mooi weer wordt hoor. Maar ik heb maar gewoon weer een keer dit jurkje aan. Deze look. Die ik echt in één week van echt elke dag aan leek te hebben. En het jasje is eigenlijk wel... Ik vind het eigenlijk wel te groot met dit. Ik heb het al eens gezegd, maar eigenlijk is het niet flatteus. Kijk maar. Nou ja. Je moet gewoon iets groots dragen op iets straks. En niet op iets kleins. Nou goed. Ik ga naar mijn werk. En verder. Ja. Is het denk ik niks interessants tot nu toe, voor zover ik weet. Als ik vast kom, waarschijnlijk gewoon uit mijn werk. Maar goed. Ik zit tot heel laat aan de rapporten. Jongens, ik kom dus net uit mijn werk. Volgens mij was mijn einde. Waarschijnlijk ga ik straks zeggen dat ik net uit mijn werk kom. En ik heb dus eindelijk, ik ben heel lang op zoek naar kettingen. En ik denk dat ik nu de perfecte heb gevonden. Laat me even weten wat je ervan vindt. Waarschijnlijk als je het ziet heb ik al een keuze gemaakt. Maar dan ben ik alsnog benieuwd naar je mening. Ik heb best wel een brede nek, denk ik. Of zo. Maar ik twijfel of dit maatje net één te klein is. Maar het is best wel een korte ketting. En vind ik best wel mooi. En ik heb een hele mooie bedel eraan gehad. Ik heb even zitten nadenken welke bedel ik er aan wilde. En dat is dus deze. Laat even weten wat je ervan vindt. Het is echt een hele mooie ketting. Het lijkt echt zo'n ketting van een juwelier, vind ik zelf. Ik vind dit heel cute. Maar laat even weten als je zeg maar, mijn shop een beetje kent. En je kent de oorbellen die ik zelf maak. Of je iets hebt van, oh, ik had die bedel graag aan de ketting willen zien. Zeg dat eventjes dan. Ik vind het heel irritant. Want dan kan ik daar misschien ook een ketting van gaan uitbrengen. Maar ik denk dat ik deze straks ga fotograferen of morgen. Ik vind hem echt wel heel erg mooi. Dus dit is misschien nieuw. Ik heb dus eindelijk ketten. Eindelijk ketten. Ik heb wat van de Ethos. Kiss by the Sun. En daar is een heel leuk spiegeltje bij. Hoe ik hem ophang weet ik nog niet. Ik denk aan een spijker gewoon echt zo hangen. Maar ik vind hem echt ontzettend leuk. Ik denk dat hij ook heel erg leuk in huis staat. Deze is heel mooi hierboven zijn rug. In plaats van die industriële. Hij is te klein. Maar ik vind hem heel leuk. Bobby ook. Dan heb ik Makeup Fixing Spray Kissed by the Sun. Ik ben benieuwd of daar dan ook nog een golden glow of zo vanaf komt. Ik zie dat niet zo goed. Hij ruikt in ieder geval echt zo een beetje naar een hele lekkere zonnebrand. Ik weet het niet. Het is een subtle scent of summer. Ja, het ruikt echt naar zomer. Ik denk dat het echt gewoon een fixing spray is zonder glitter of wat dan ook. Maar dat het dus een zomerscheurtje heeft, wat ik dus ook vind. Dan heb ik een Sunkissed Primer. Ik heb toevallig van NYX ook nu een primer met gold erin. Die primer vind ik niet fijn. Die is heel slijmerig. Ik ben benieuwd naar hoe deze is. Deze. Ik weet niet of het nu al in de winkel ligt. Zet dat erop. Die fixing spray is maar 3 euro trouwens. De primer is 5 euro. Dan heb ik een highlighter. Mijn nagels zien er niet uit, want ik lak ze niet meer omdat ik met die lijm deed bezig ben. Deze zijn 6 euro. Wow, die is mooi. Kijk hoe mooi. Super mooi. Dit is de kleur 701. Dan heb ik ook de bronzer. Ik denk dat er 2 kleuren maar zijn. Een bronzer en een highlight en blush. Wow. Kijk dit. Bobby. Hij is zo vervelend. Hij zit te ruiken aan mijn camera. Als die kleur er ook echt afkomt, jongens. Ja. Wow, wat ga ik hier voor look mee maken? Ik vraag voor 1 keer over. Wow. Oké, dit ga ik heel erg leuk vinden. Dit is echt een Sunkissed Glow. Wow, deze? Zou ik zeker even in de winkel testen als het kan. Dan een... Ik krijg alleen geen rood, dat is wel jammer. Maar een lipgloss van 3 euro. Noah. Oh, dit is echt een oldschool lipgloss. Hey. Oké, dit vind ik echt verschrikkelijk. En een coral nagellakje. Wel heel erg leuk. En dan heb ik nog van mooi ook iets van Babor. 3D Hydrogel Eye Pad. Een
3D Hydrogel Face Mask. Ik heb ook al Face Mask, Sheet Mask van Bad Body. Die zijn wel heel erg fijn. Ik dacht dat dit een parfum was, maar ik weet niet wat het is. Hydra... Wow. Hydratatie. Beauty Rescue. Perfecte Glow. Active Night. Oxygen Plus. Ik heb hier iets over lippad, iPad en facepad. Hier heb ik niks over bij, maar... Wat? De iPad. Hou op. Mijn haar trouwens, wou ik nog vertellen. Ik vind het niet zo heel erg leuk. Volgens mij was mijn haar zo licht dat ik dus dat zilvermasker... Mijn haar gewoon compleet zilver heeft gemaakt omdat het zo licht is dat het erin is gebrand. Nu of je het ziet, maar op bepaalde plekken is het helemaal grijs. Terwijl ik wil het eigenlijk... Ik heb al heel lang dat zilvermasker niet gebruikt. Wel twee keer die zilver shampoo. Ik heb het echt niet te lang laten zitten, maar het is gewoon helemaal grijs. Een paar plukken. Ik wilde gewoon... Ik ruik dat bruine masker. Dat wil ik. Ik wilde weer een beetje bruin. Ik vind bruin eigenlijk wel heel erg leuk. En dan hier iets lichter wel cool. Maar ik denk dat het er niet meer uitgaat. Want ik heb nu al heel lang niet meer zilver gebruikt. En het gaat er niet meer uit. Ik ben bang dat het dus zo in mijn haar gebrand is dat het niet meer weggaat. En het is sowieso best wel dood. Ik moet echt haar... Kijk, zo vind ik het gewoon mooi. Gewoon weer een beetje brunet. Ik keek laatst een video van voor mijn kappersbeurt. En toen dacht ik echt, wow, dat was ik toen eigenlijk blond. En... Ik wilde heel erg graag blond blijven, maar nu ik dus bruin ben, vind ik het wel heel erg leuk om weer bruin te zijn. Dus dat was volgens mij alles. Ik heb vandaag al mijn weekvlog online en ik heb best wel veel bestellingen gekregen. Ik stuurde het ook door naar Ruud en hij zei, wow, oké, dit is even te moeilijk. Want hij kan al armbanden maken en zo, maar oorbellen nog niet. Dus dat gaan we straks samen doen. En ik ben ontzettend blij met deze. Ik vind het echt ontzettend leuk. Het is echt geweldig. Ik hou dus wel heel erg van grote, dus ik wil echt op zoek gaan naar meer grote oorbellen. Ik heb dus ook die hele leuke roze veren oorbellen, die vind ik ook wel leuk. Maar verder heb ik eigenlijk kleintjes. Dus ik denk dat ik nu een paar bestellingen ga doen. En even nog gaan denken over deze ketting. De kettingfoto's maken heel moeilijk, omdat ik dit gewoon heel erg lelijk vind, deze hals. Ik wil gewoon zo'n heel mooi model met van die botten. Maar laat me weten wat je er dus van vindt. Oké. Doei. En deze dan jongens. Ik heb deze net gemaakt. Dit is toch te cool. Of vinden jullie van niet? Ik denk dat ik deze heel leuk vind. Ik ga even nog eens in de spiegel gekeken. Oh, ik vind deze heel tof. Ik kan me ook voorstellen dat mensen hem misschien groot vinden. Wat vind jij van deze, Ru? Als ketting? Leuk toch? Niet te groot voor hoe kort de ketting het is? Ik heb hier wel beetjes. Wat vind je? Nee, voel je al de pressure? Het is echt wel veel werk hoor. We hebben nog niet eens gegeten. Het is al kort voor 7. Jeetje. Ik heb net een M. Let niet op dit. M erin geslagen en getekend, zeg maar. Voor een 1-inch coin. En dan ben ik bijna klaar. Ruben is armband aan het maken. Mocht je ze hebben besteld en denken, wat een lelijke zakjes. Sorry daarvoor. Maar de kleine zakjes zijn op en ik kan ze gewoon even niet vinden op het moment. Dus het is een groot zakje die ik dubbel vouw. Ik doe nog wel mijn best dat het er nog wel leuk uitziet. Maar het is dus echt dit. Hoi jongens. Ik ben even kaartjes aan het schrijven. Maar ik wil even zeggen. Nu zie je dus die haarkleur. Dat. We sowieso niet failliet gaan, Ruben. We gaan sowieso niet failliet. Dat kan ook nog gebeuren. We hebben net dus heel eventjes. Schrijf nog eens even verder hoor. Ik heb dus net, dacht ik. Want ik ben dus iemand die heel erg zacht is in. Wow, schrijf en praat tegelijk moeilijk. Organisatie. Maar ik dacht, ik moet eigenlijk wel eens even gaan uitrekenen wat ik eigenlijk heb uitgegeven. Als ik puur naar de twee grote anders kijk waar ik echt grote bestellingen heb besteld, heb ik echt al een heel hoog bedrag uitgegeven. Hoger dan ik had verwacht. Echt heel erg hoog. En ik heb natuurlijk nog superveel hier liggen, maar het kan ook dat het niet verkocht wordt. Maar we hebben dus al meer verdiend. Dus dat betekent... Dat je dan sowieso niet failliet bent, of noem je dat? In ieder geval, ik weet daar vast wel een woord voor. Mensen liquide. Oh ja, er is al meer verdiend dan dat er is gekocht. Er is al meer ingekomen dan... Goeie winst. Ja, ik heb al winst. En er liggen hier nog heel veel spullen. Dus ik kan zeggen dat het goed gaat met het bedrijf. Je bent liquide. Ja. Dus dat is wel echt geweldig. Dat had ook gekund. Ik ben best wel risicovol geweest. Ik heb aan het begin heel veel gedaan, van elke 6. Bij mijn tweede... Laatste keer heb ik van alles maar 2 gedaan. Ik dacht uitverkocht. Sorry, dat heet aan haar. Uitverkocht is uitverkocht. En als er echt weer veel uitverkocht is, ga ik weer bestellen. Ik moet me echt inhouden. Ik wil die steeds ook bestellen. Maar het zijn hele dure bestellingen. Dus dat is wel heel erg top. En ik moet mijn haar wassen, maar ik heb helemaal geen zin. Dus ik ging nog even kaartjes schrijven. Hey jongens, het is alweer avond.
jullie wilden graag over die feet dingen weten. En ik heb nu deze getest. En ik ben echt heel erg verbaasd. Kijk, dit ga ik niet laten zien. Bikini lijn vind ik ook te goor om die haartjes te laten zien. Nee, dat is echt te smerig. Maar ik kan wel zeggen, ik was echt geschrokken. Het is helemaal nieuw en dat ga ik allemaal niet vertellen. Moet je maar zelf even lezen. Maar ik heb dus die voor Easy Gel Wax met bikini en oksels. En ik heb mijn bikini lijn gedaan. Ik heb het expres een beetje laten groeien. Ik trok en ik voelde wel pijn. De haartjes waren ook best lang. Misschien had ik ze korter moeten knippen of zo eerst of scheren. Maar ik trok. En ik dacht, er gaat niks afkomen. En het doet heel veel pijn. Niet heel veel trouwens. Het is echt te handelen. Het is totaal niet gesponsord dit, hè. Totaal niet. En ik kijk op die strip. En ik hoef echt alles was er bijna af. Dus ik heb met één strip, dus die heeft twee kanten, heb ik alles gedaan. En ik kan hem ook nog, als er een haartje op zit, nog een keer trekken. Want dan plakt hij nog een beetje. Dus ik heb met één strip mijn hele bikinilijn geharst. En de pijn valt echt reuze mee. Ik heb het net gedaan. Kijk, hoe ziek. Vies, hè? In ieder geval, dit is echt geweldig. Ik twijfel of ik nu ook mijn armen ga doen. Nee. Maar, wat is het verschil? Je hebt Easy Gel Wax blauw, Easy Gel Wax groen. Lichaam en benen, lichaam en benen. Dus wat is het verschil? 40 waxstrips. Droge huid, gevoelige huid. Oké. Okay. Ik heb met deze mijn arm gedaan en dat is echt zo pijnlijk. Ik vind het ook lastig, want die strip gaat over je hele arm heen, dus je trekt niet in de goede baan. Dus dat ga ik echt niet meer doen. Dus dat blijf ik doen met die trimmer. Dus ik weet niet waarom die zoveel pijn doet, maar die kleine zijn top. God, jongens. Ik zeg nooit echt iets over Temptation, omdat ik dat een beetje heftig vind voor mijn vlog. Aangezien mijn vlogs best braaf zijn, maar Alex komt terug in Temptation Island. Oh my god. Jongens, het is vrijdag en de dag is voorbij en we hebben... Ik ben nog even snel met de rapporten bezig en op schoolplein worden er allemaal dingen worden er opgezet voor het schoolfeest. Zomerfeest. Maar ik had dus geen oplader mee, mijn telefoon was leeg. Dus ik had aan een moeder gevraagd, aan een kindje in de klas die nu naar mij kijkt, of ze een oplader voor me had. Toen zei ze helemaal thuis een oplader gaan halen, gelukkig gewoon zo dichtbij, maar vet lief. En toen kreeg ik ook nog een ijsje uit een eigen vriezer. Dus ik zit hier lekker met een ijsje de rapporten te doen. En dat vond ik heel erg lief, dus ik denk ik ga het even filmen. Maar het meisje die vindt mijn video's niet zo leuk, hè? Een beetje te lang. Jongens, ik ben omgekleed. De rapporten zijn klaar. Ik moet nog een paar mapjes doen, maar ik stop even. Ik ben een beetje trillerig. Want ik had heel erg last van mijn buik, dus heel weinig gegeten. Dus ik ga nu stoppen. Ik ga naar beneden. Ik ga popcorn uitdelen en hapjes uitdelen. Dus ik heb er wel zin in. Ik ga natuurlijk niks filmen, maar ik zie jullie later. Jongens, ik ben thuis. Het was zo leuk. Oh, wat mijn geheugen is vol. Het is 8:30. Het was een heel gedoe, want ik had de jurk aan en toen liep ik naar buiten. En het waaide. Boei, ik weet het nooit. Waaide. Helemaal omhoog. Dus ik kon alleen maar met mijn twee handen mezelf bedekken. Dus ik kon niks doen. Dus heb ik Ruben gebeld of je alsjeblieft deze jurk wilde brengen. Het was hij echt in binnen 10 minuten was hij er. Maar het was... Oh, ik ben echt bezeten. Het was zo leuk. Het, net als toen met de open avond, zeg maar, dat iedereen ging optreden. Ik word er zo gelukkig van omdat je toch op een andere manier met je collega's en je kinderen en de ouders bent. En ik word er helemaal blij van. Ik ben nu natuurlijk helemaal kapot. Ruben is uit, dus ik ga lekker een eentje op de bank ploffen en kijken waar ik zin in heb. Echt, de kinderen gingen karaoke doen en ik ging met ze dansen. En we hebben grapjes gemaakt en... Het is zo lekker om even buiten de schoolsituatie te zijn. En gewoon zo leuk. Zo leuk. En hele lieve Marokkaanse mensen hadden hele catering verzorgd. En dat was net over. Dus ik heb lekker bakjes mee naar huis. Ook echt super lief. Ik had ook helemaal geen cash meer. Dus anders had ik echt geld willen geven. Maar het was echt heel erg lief. En het was gewoon heel leuk. Je ziet het misschien ook wel aan dat ik moe ben. Maar heel blij. Ik vind het zo leuk. Ook omdat ik mijn kinderen natuurlijk nog maar een paar weken. En het was heel leuk om ze nog even zo te zien. Hallo jongens, volgens mij had ik dit jurkje nog helemaal niet laten zien. Die van M&S. In de andere kleur. Het is vandaag heel heet. Ik weet niet of ik hem aan, want hij is wel luchtig. Maar ik vind het even fijn als het hier ook een beetje open is, denk ik. Dat het bruin wordt. Maar hij is wel heel erg leuk. Dit is een jurkje van de Primark die ik wilde terugbrengen. Maar ik was de bon kwijt en toen mocht ik hem niet meer terugbrengen. Ik weet dus niet wat ik ervan vind. Omdat ik er een beetje aan moet trekken de hele tijd of zo. Als ik wil dat hij lekker goed valt. Hij is toch wel leuk, maar meer voor vakantie. Niet echt dat ik dit in Nederland draag. Sorry, ik weet niet waarom ik me omdraaide. Het is zo vakantieachtig. Hij is wel gewoon leuk eigenlijk. Ik heb net nieuwe oorbellen gemaakt trouwens. Ik vind het echt geweldig. Ik denk dat jullie zo geweldig gaan vinden. Kijk. Ik film niet echt wat, dan zit hij hier in Wees. En dan durf ik nooit echt te filmen. Maar hier is mama. En hier is papa. Oké, ik zit nu met Shanna. We hebben een... Hoe heet het ook weer? Prosecco Summer Punch. En we zitten zo.
We hebben ook calamaris besteld. En Ruben zegt net van ga maar gewoon wat eten, want ik zit toch vol. Dus we gaan denk ik misschien nog wat eten. Dit voelt wel, nu ik zeg maar geen vlees meer eet, voelt dit wel erg om dit te eten. Ook al eet ik nog vis. Dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay. Het is gewoon een heel... Eet je ook zo'n hele hoofd? Ja, hallo. Jeetje. Kleine vlinder. Ja, maar kijk hoe cute. Ik heb geen ander vlogmateriaal. Zo lekker dat ze daar lekker op kunnen staan, het eiland. Je hoofd is nu echt gigantisch. Ik wil een beddenblaasfoto, maar... Want ik weet niet of je nu aan het filmen is. Ja. Het lukt niet, dus ik ben daar nu nog aan het kouwen. Het is vet awkward. Staat er net hier, oom. Knip dat er maar uit. Oké. Weet je hoe hard ik lang niet moet kouwen? Vinden jullie dit een mooie Instagram plek? Zie je? Awkward. Nu mag je wel weer stoppen. Oké, doei. Kijk. Kijk je wel Shane. Ze zijn hip in wees. Nee, volgens mij kijk jij die echt al eeuwen. We hebben water met een ijs. Ik liep een man langs. Ik zeg, wilt u een ijsje? Ik zeg, ik ga boodschappen doen, misschien daarna. Ik zeg, altijd dan nog hem. Maar hoe snel was hij terug, Jan? Ja, maar hij was... Maar hij was echt, ik denk in 3 minuten terug, want hij was gewoon... Hij was echt bang dat de ijsjes op zouden zijn. Ja. Ik heb vet weinig gevlogd. Hola. Hola. Cool. Ik zeg even dat Jan op de foto moet, jongens. Nou, ik wou het even zelf filmen, maar ik was te laat. Jouw reactie. Jouw reactie is zo... Een hommel. Jongens, dat was echt heel erg gezellig. Ik heb heel weinig gefilmd helaas, maar het was wel heel leuk. Oké. En ik had deze dus vandaag voor het eerst zelf gebruikt. Ik vind hem zo handig. Want hij heeft echt gewoon geen ruimte in. En hier zit geld in. Er zitten zelfs oorbellen in en zo. Het is echt top. En ik had een pakketje gekregen. Die ik nog even wil laten zien. Van... L'Occitane. Dit is een body foam mousse. Hij ruikt wel heel sterk. Dus je moet er wel echt van houden. Als je ervan houdt is dit echt geweldig voor je. En dit is een hair and body mist. Dus hij ruikt echt naar citroen. Maar heftige citroen. En dit is een exfoliating sugar. Voor onder de douche neem ik aan. Helemaal van wel, ja. En wat ik dus... Ik dacht eerst dat ik deze had gekregen. En hier was ik namelijk heel erg benieuwd naar. Ik ben hier natuurlijk super blij mee. Maar waar ik nog het meest benieuwd naar ben is dit. Want dit is een icy body gel en het lijkt me zo chill. Dus dit hebben ze dus ook in de collectie. Dat dus schijnt heel erg verkoelend te zijn. Maar het is echt een super cute pakketje. Kijk naar hoe leuk. En dit mandje, Ruben zei al, want hij had het opengemaakt. Wat is dit schattig. Het is ook zwaar. Dit mandje is dus perfect in plaats van dat mandje voor de enveloppen. Even kijken. En dit mandje, zoiets zag ik ook bij de Action. Ik weet niet of die van de Action is, maar het is echt heel leuk. When life gives you lemons, make lemonade. Team L'Occitane. Ah, oh, leuk. Heel erg leuk. Deze jar erbij. Sorry, het is echt een enorme troep. En citroen. Ze hebben het wel heel leuk gedaan. Dus dankjewel. Hi jongens, het is vandaag zondag. En ik ga nu naar Amsterdam. Ik ben eigenlijk onderweg, maar ik denk ik zeg het eventjes. Op de scooter waar ik echt nooit op rijd. Dit is eigenlijk Ruben's scooter. Maar hij piept echt heel erg. En hij stuurt heel erg moeilijk, dus ik hoop maar dat het goed gaat. Ik zie deze superleuke jurk. En hij hangt er niet in mijn maat, maar wel op de paspoort. En die vrouw wil hem er dus niet voor me afhalen. Dat vind ik dan zo stom. Kijk hoe leuk. Wantertjes erop. Hi jongens, ik ben in de Monkey. Ik heb even dit aan. Dit broekje is dus een beetje roze-roodachtig. Maar eigenlijk is het maar oranje. Het leuke is dat dit roze was en dit is zeg maar roodachtig. Maar dus ik vind het wel een leuke broekje. Zelfs als was die in een zwarte jumpsuit, voor wie dat weet. Hij is dat Blue Belusje, superleuk, maar ik vind hem te groot zitten. Zo kan het eigenlijk wel. Ik vind het wel heel leuk eigenlijk. Dit is in zilver, dat is echt... Nee. Ik vind het wel cute, maar dit is meteen heel erg sportief. Toch? Met een kopje. Is er one of these? Ik weet het niet jongens. Ik vind het heel leuk, maar ik weet dat ik dit gewoon... niet zo mooi vindt. Hij is 15 euro. Ik zou hem gewoon heel graag willen hebben. Als het voor thuis of voor vakantie. About tell them about the drugs. Is het filming? Ja. No, you tell. Tell them. No, you. Nee. Hello. Ik word zo graag gek van mijn jurk die ik aan had, dat ik een ander pakje heb gekocht. En ik wilde per se een foto met dit ijsje, maar dit ijsje komt helemaal niet tot z'n recht met deze kleding. Dus het is één grote paal. Ah. Bye.
Oké, we zitten waar ik laatst ook met Franseline en Ruben was. Hoe heet het hier? Louis-Louis. Oké. Daar zitten we. Ik viel me echt heel weinig. Heb je ook dat als iemand anders een drankje bestelt, dat je denkt, had ik dat ook maar besteld? Dus dan heb ik de sangria besteld. Moet je kijken hoe lekker dat eruit ziet. Ja. Mukbang. Mm. Is het goed? Oh, it looks so nice. Oh, it's so good. I can't try it because I can't eat meat. I also want this. Yeah. Is it also a vegetarian one? Yeah, I went to the supermarket. The mole is really good. Yeah. Oh, is this one the vegetarian one? Yeah. Paprika, mais, courgettes, kitten. But the meat looks so nice. Oké, jongens, ik ben onderweg naar huis. Ik ben bijna thuis. Maar ik had zoveel zin om sashimi te halen. Dus ik heb 5 plakjes sashimi gehaald. Ik zit hier en ik eet het nu op in de zon. Ja, te veel zin in. Ik heb vandaag best wel weinig gegeten. Net wel zoete aardappelfrietjes, maar dat was het dan. Maar ik merk dat het echt niet voldoende was, dus ik doe dit er nog bij. Maar dit is wel goed. Geen rijst, alleen zo. Vinden jullie van mijn verwaaide look? Ik heb dus dit jumpsuitje, deze jumpsuit gekocht. Susanna had hem gevonden. Dat is wel leuk, hè? Kijk maar even. Ik ben moe, jongens. Ik was echt de hele dag moe. Oh, mijn kettingen zitten in elkaar. Hi, Bobby. Ik zie nu pas hoe het dan thuis staat. Want thuis is het toch wel wat anders. Ja. Ik twijfel of die toch niet aan de grote kant is. Ik vind hem wel heel leuk. Hij is €25 bij de H&M. Ik heb niet dit soort kleuren, dus ik vind hem wel heel leuk. En oh, mijn ogen zijn altijd na zo'n dag heel raar of zo. Moe, maar wel ook wel weer helder. Heel leuk jasje. Wow, jongens, ik ben zo moe. Oeh. Jij ook en Noah. Heel leuk spijkers. Dit broekje heb ik dus gekocht. Ik weet niet eens, had ik dat gevlogd? Ja, ik had het ook op Insta gezet. Wel jammer dat hij dus niet echt rood is, maar hij is wel heel erg leuk. Van het zachte stofje. En dit vind ik dus geweldig. Deze is van de Pull&Bear en hij was €30. Dat vind ik echt wel meevallen. Deze. Ik hou zoveel spijkerjasjes, maar dit heb ik echt nog niet. En ik heb een M genomen. Sorry, ik voel me echt heel slecht. Want een L was eigenlijk net zo breed, alleen langer. En ik vind hem zeg maar zo best wel echt leuk vallen. Zo een beetje gepoft, toch? Op dit pakje vind ik hem niet leuk omdat het allebei streepjes is. Maar op zo'n pakje zou het wel heel leuk staan. Ik vind hem echt super leuk. Ik vind hem ook echt niet duur. Dus dat waren mijn aankopen. En ik heb het echt bloedheet. Het was echt heerlijk op de scooter. En hier is het natuurlijk weer 27,5 graden. Oh. Oké, jongens. Ik vind het trouwens super grappig om mezelf aan het einde van de dag met mascara te zien. Het ziet er zoveel beter uit. Normaal heb ik het al afgebeeld. Ik ben echt super moe. Het is bijna 10:30. Het voelt echt als 9 uur qua licht. Maar qua moeheid voelt het echt als 1 uur. Dus ik ga lekker naar bed. Ik ga hierbij ook de weekvlog afsluiten. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Want ik merk dat heel veel mensen mijn vlogs kijken. Soms al 20.000 views en dan echt 200 duimpjes. Dat is echt wel heel weinig. Dus het zou leuk zijn als je het leuk vindt als je duimpje omhoog doet. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En vergeet niet je melding aan te zetten. Zodat je gewoon weet wanneer er een video komt. En je niet in de gaten hoeft te houden of ik wel op tijd ben. Goed, heel erg bedankt voor het kijken. En tot sowieso volgende week met een nieuwe vlog. En misschien in het weekend met een nieuwe video.